En hallo mensen van Delta Gamers, zijn we terug met de Smite. Deze video neem ik gelijk op na de vorige video. Even kijken. Domination. Vorige keer deed ik Conquest, toch? Oh, de Arena, die duurt lekker kort voordat die eindelijk begint. Competitive. Custom. Casual. Dan join ik deze wel even. Nou, deze keer ga ik dus geen Zeus zijn. Want eigenlijk werd ik vorige keer best wel vaak gedood voor mijn gevoel. Dus ja. Trouwens, vinden jullie het ook een leuk spel? Wil je het ook hebben? Ga je gewoon naar Google. Ga je Hyrez, dus H-I-R-E-Z, Studio, in Google intypen. Nou, dan kom je op een pagina. Kan je Tribes downloaden voor noppes. Kan je dit downloaden voor noppes. En voor Global Agenda moet je wel betalen. Het is allemaal legaal, zal ik alvast vertellen. Ze maken geld. Maken geld. Dat is Engels. Ze verdienen geld omdat ze... Ik wil deze zijn. Ze verdienen geld omdat mensen ongeduldig zijn. En die gaan dan gewoon echt geld betalen voor... ja, dit. Net als in Tribes. Heb je gewoon XP, daar kan je wapens mee kopen, duurt heel lang. Of je kan goud kopen met echt geld. Ja. God. Me too! Me too! Ja, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het speel, want ja. Waarom vinden mensen het zo leuk om deze te zijn? Is dit heel seksistisch bedoeld ofzo? Ik gok het namelijk wel. Vieze rikken. Je kan trouwens in het spel, dus in de game, levelen. Dan kan je dus nieuwe bekwaamheden leren. Maar je kan dan, als je een gevecht hebt gewonnen, level je als account. En daarna kan je nieuwe goden krijgen. Game starts in bladibladibla. Vanish. Loki disappear. Loki is trouwens de broer van Thor. Dat heb ik van Marvel. De strips van Spider-Man en zo. Decoy. Oh, vet. En dan stuurt hij een clone. Vanish. Loki disappear. Ja, bla, die bla, die bla. Zo. Oké. Pardon. Dit is weer iets anders dan vorige keer. Decoy! Kijk. Dan doe je dus een... Zo, jezus. Ik heb helemaal niks gegeten en ik zit... De hele tijd te boeken. Fuck jou! Woehoe! Soms vind ik het echt fijn om een iemand te... Oh. Zit er een Cupido bij, want er kwamen overal hartjes. Oh, kom op! Nou, je ziet, ik ben nog niet zo goed in dit spel. Deze gast zit gewoon niks te doen. Of zit hij... Soms vind ik het echt fijn om melee te zijn, want dat betekent dat je meer damage doet. Maar range is soms ook veel fijner, want ja, dan kan je niet zo makkelijk gedood worden. Zo. Fuck jou. Fuck jou. Zo. Oh. Decoy. Ja, goed zo. En dan zeg ik, fuck jou, ga maar lekker slapen. Goed zo. Oh nee! Ik vind het wel jammer dat deze niet kan rennen. Wat is hier? Niks. Doe ik daar een decoy? Wordt het onzichtbaar. Ja, ik ga hem van achteren nemen. Niet doordenken, mensen. Maar deze kan ook niet iets van blokken of zo. Oh! Wow! Nee! He's immune to slow, bloody bloody blah. Assassinate. Oeh! Dat is cool. Dat werkt waarschijnlijk wel heel goed met Vanish. Want ja, je weet wel. Als je iemand assassinate, dan krijg je heel veel bloed en zo op je kleren. En ja,
als je bloed op je kleren krijgt, dat gaat er moeilijk uit. Dus dan moet je maar even met Vanish, Oxy, Anydent of zo, zoiets was het. Moet je maar even, ja, je weet wel, het eruit wassen. Oh, ben ik dood? Serieus? Oh. Trouwens, vinden jullie dit super leuk? Of willen jullie een keer met mij tribes of zo doen? Ja, dat kan gewoon. Als ik een keer online ben, join maar. Maakt mij niet uit. Ik vind het allemaal best, want ja, boeit me eigenlijk vrij weinig als iemand meedoet. Ik vind het wel leuk. Mijn Steam is ook gewoon Delta Gaming 83. Is heel makkelijk. Hey, ben gewoon level up zonder iets te doen. Oh, ik heb per ongeluk Vanish geüpgrade zonder... Hey, maar ik ben onzichtbaar. Oh, ik dacht dat ik onzichtbaar was. Maar ik was ik niet. Dan, wop! Oh, nee! Decoy! Pak die maar. Hoppakee. Later, losers. Oh! Ik heb nu echt een boze mee. Oh, ik druk steeds op F1, want dat is het upgrade knopje. Is dit een tower? Lijkt me wel. Yep. Het is inderdaad een tower. Zou ik er langs kunnen als ik onzichtbaar ben? Oh! Ze zien me niet, wat de sukkels. Oh, kut. Ik wist niet dat ze me konden zien. Oh, het gaat om minions doodmaken. Oh, dat verklaart al heel veel. Respawn in 2, 1, 0, go! Trouwens, ik hoef nooit meer een timer aan te zetten voor dit. Want dat staat er namelijk gewoon bij. Dus ik zet nu lekker mijn timer uit. Ik ga lekker deze, een critical strike of zo. Ik weet niet meer. R1 strike. Hoppakee. Kill. Waarom is hij zo sloom? Fuck this shit. Waarom gaan ze niet dood als ik assassinate doe? Nee. Ik heb een decoy achter. Zit... Wat? Het enige wat die decoy doet is dansen? Serieus? 5, 4, 3, 2, 1, go! Moet je kijken. Laat nu een decoy achter. Het enige wat hij doet is dansen. Hier! Hij danst alleen maar! Ik had hem iets nuttiger verwacht. Met nep aanvallen en zo. Had mij redelijk handig geleken. Maar ja. Nou zie je weer dat ik fout heb. Zo. En dan doe ik 1 strike. En dan doe ik... Woep. Oh, kut. Oh mijn god. Volgens mij heb ik nog geen 1 god vermoord. Nog geen 1. Hij staat wel lekker... bij het beens. Moet je kijken. Met zo houding van... You can't do shit to me. Huppa. Oh! Ik denk, waarom werkt Assassinate niet? Maar het werkt alleen maar op goden. Dat verklaart al een stuk meer. Oh, geoond, ook het. Decoy, red mij. Oh! Nou, volgende keer weet je ook weer wie ik niet ga zijn. Hoe kan dat? Het lijkt wel alsof er gewoon 0 van hun soldaten afgaat. Hoe kan dat? Of gaat het per god? Want dat kan ook nog wel. Maar dan zou je een god echt 400 keer moeten vermoorden. Het zou best kunnen. Ik weet het niet. Hey. Don't do that shit at me, bitch. Decoy.
Ik loop wel gewoon om, weet je. Ik loop wel gewoon om. Oh nee. Onzichtbaar. Goed zo. Zo. Maar 3 tegen 1 is ook gewoon niet eerlijk. Maar ik had hem wel bijna vermoord. Oh mijn god. Penetrator 3007. Mag ik opnieuw spannen? Oh, fuck jou, zeg je dan. Alsjeblieft. Oh, kom op. 5 tegen 1 is niet eerlijk, vind ik. Misschien vinden jullie dat wel eerlijk, maar ik niet. Wat is B? Oh, dat is de teleporter. Natuurlijk. Oh, er staat ook gewoon bij wat het doet. Hier, dit geeft... deze geeft dat je meer snelheid of zo krijgt. Deze meer kracht. Loop ik gewoon langs ze. Dit meer schild of zo. Oké, oh kut. Oh. Waarom? Waarom moet dit zo moeilijk zijn? Ik ben wel level up. Kennen jullie dat? Dat ASDF movies. Oh, dat vind ik zo geniaal. Dat is echt grappig. Oh, kut. Zo. Wow, wat een massive lag opeens. Misschien ligt het wel gewoon aan die popjes, eens kijken. Ja, het ligt wel aan die popjes vermoorden. Ons hele team zit volgens mij achter de goden aan, terwijl het gewoon aan de fucking popjes ligt. Oh, kom op. Hier, dat is Cupido, toch? Even kijken. Cupido. 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 Oh, dat ben ik. Kom ik hier door? Nee. Hey. Waarom ga je wel door, en ik niet? Het gaat gewoon om die fucking popjes vermoorden, mensen. Ga die fucking popjes dan ook vermoorden? Dankeschön. Oh, kom op. Oh, wat mooi. Een mijnveld van liefde. Oh, volgens mij is dit heel saai om naar te kijken voor jullie. Deze dan maar upgraden. Hoppakee. Ja, ik ben weg. Losers. Zo, 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 zo. Oh mijn god. Waarom? Nou, ik ga echt niet meer Loki zijn hoor. Dat kunnen ze vergeten. Ik ken de raad toevallig, want die moest je zijn bij de tutorial. Die is op zich wel goed. Maar die doet ook iets met healing, dus dat vind ik een beetje saai. Fuck die shit. Oh. Ik ga F2 wel even upgraden. Hop! Wat ze vlot. Oh. Waarom moet dit nou weer zo verdomde moeilijk zijn? En waarom moest ik nou weer net iemand kiezen die... Goed zo. Waarom moest ik dan weer net iemand kiezen die melee had? Ik kon echt alles kiezen en dan koos ik iemand die melee had. Doet hij nou... Oh! Nee! Kut! Waarom is hij wel zo sterk? Wat is dit voor extra? Ik denk dat ik het... Deze doet het ook gewoon niet. Deze doet niks. Deze zit gewoon niks te doen. Even kijken, I. Oh.
hier zou het heel goed aan kunnen liggen dat ik gewoon helemaal niks heb gekocht. Nou mensen van Delta Gaming, vonden jullie dit een hele domme actie van mij? Geef dan een groen duimpje, abonneer op ons kanaal en deel deze video. Ga desnoods even naar al je beste vrienden op Facebook schrijven. Wow, je moet echt naar YouTube en dan Delta Gaming 83 kijken. Zo vet. En dan vinden ze jou heel awesome omdat jij dit aan hun hebt gezegd. Ik weet niet waarom, maar het is wel zo. Zie ik jullie later. Delta uit.